Een voormalig financieel analist en een beginnend tekenaar die brengen samen echt een dijk van een album uit. Namelijk deze Green Class, uitgekomen bij Lelombaar. Het eerste deel is getiteld Pandemie. Ja, en het ziet er gewoon fantastisch mooi uit. Ik ga zo meteen wat meer van de binnenkant laten zien. Maar eerst eventjes de scenarist Jérôme Hamon. Die ken ik van een andere strip. En dat is deze, Emma en Charlotte. Een strip over ballet, over dansen. Ja, je zou zeggen het is een kleine stap van ballet en dansen naar zombies. Maar hij weet het toch maar te doen. En dat toont even aan dat deze man, en hij is daadwerkelijk een voormalig financieel analist. Hij is nog niet zo heel erg lang bezig met strips, maar hij laat wel zien dat hij hele goede scenario's kan schrijven. Dus dat vind ik al mooi en dat hij ook heel veelzijdig is. Dat vind ik ook wel heel erg tof. De tekenaar is David Taco. Nogmaals, ik hoop dat ik al die namen goed uitspreek, want Franse namen en nou ja, alle buitenlandse namen eigenlijk, dat lukt niet altijd. Maar ik doe echt mijn best om ze goed uit te spreken, dus hopelijk niet dat dat een reden is om niet naar mijn video's te kijken. En anders ga ik gewoon alleen maar fotootjes plaatsen met een naam eronder en dan noem ik ze gewoon niet meer. David Taco, de tekenaar. Nou, en nu ga ik hem toch openmaken, want weet je, als je een strip, hè, je kan nog zo'n goede scenarist hebben, maar de tekeningen zijn toch datgene wat de mensen moeten aanspreken. Ja, en als je dan die eerste pagina bekijkt, dan heb ik al zoiets van, nou, dit ziet er gewoon heel erg tof uit. Ik vind het echt heel erg gaaf. Het ziet er heel vlot uit, heel bij de tijd. Het geeft misschien een beetje een Walking Dead gevoel. Ja, dat zou ook wel kunnen, want we gaan toch wel in de richting van de zombies met deze strip. Gelukkig niet standaard zombieverhaal. Sowieso eigenlijk geen zombieverhaal, want De wezens waar ze in dit boek mee te maken krijgen, zijn geen zombies. En gelukkig maar, want ik noem het wel even, maar dat is even puur om een soort referentie te hebben van welke kant gaat die strip op. En gelukkig maar, want zombies zijn populair, maar het nadeel daarvan is dat je een bepaalde overkill krijgt. De enige uitzondering trouwens eventjes is Zombieland 2. Daarin mogen ze weer heerlijk losgaan met de zombies. De oorzaak van dat hele verhaal, van die zombie-achtige wezens, laten we het dan zomaar even noemen, die is dan wel weer een beetje standaard. Er is een virus uitgebroken en er zijn allerlei mensen besmet en die veranderen dus in. Hoewel dat aanvankelijk, neem je dat misschien even gewoon voor lief als je dit verhaal leest, maar naarmate je aan het lezen bent, en zeker dat je een beetje tegen het einde van dit boek komt, dan ga je toch wel doorkrijgen dat er iets meer met die wezens aan de hand is dan dat je aanvankelijk had gedacht misschien. En dat maakt het zo goed en dat maakt het verhaal zo goed. Maar daarvoor moet je het dus wel eerst lezen om daarachter te komen. En ik kan het je alleen maar aanraden, want ik vond het heel erg tof om te lezen. Zeker de tekenstijl van David Taco, die helpt daar heel erg mee. Want die man die kan echt absoluut fantastisch mooi tekenen. Ja, goed. Twee nadelen. De eerste, dat is eigenlijk een beetje dit. Het zijn vooral heel veel kleine plaatjes. Er zitten niet echt mooie grote platen in. Dat vind ik echt wel jammer. Dat mis ik wel een beetje. Maar aan de andere kant, het leestempo is lekker vlot. Dus dat is wel fijn. En daarnaast, zeker als er beweging in zitten, snelle bewegingen in zitten, ja, dan komen er van die manga-achtige effecten aan. En op zich werkt het wel, maar ja, ik vind het toch niet helemaal, ja, dat is niet helemaal mijn ding, laten we dat dan zomaar even zeggen. Hè? Want een bespreking is natuurlijk altijd een beetje mijn mening over dit boek. Maar ik heb hier wel heel erg van genoten. Omdat ik natuurlijk, het scenario houdt mij aan het lezen. De tekeningen houden mij aan het lezen. Dat zijn voor mij de belangrijkste redenen om een stripboek te willen lezen überhaupt. Kijk, er zitten enerzijds zitten er wat zaken in waarvan je gaat denken van, goh, dat klinkt wel vrij actueel. Hè? Een muur ergens omheen zetten bijvoorbeeld. Hè? Dat is een deel wat hierin voorkomt. Aan de andere kant zitten er natuurlijk ook heel veel dingen in. Ja, dat is natuurlijk vrij onrealistisch. Eén puntje van kritiek wat ik dan even niet van mezelf heb, maar van een ander, hè, van stripspeciaalzaak.be. Ik probeer meestal besprekingen van anderen te vermijden, maar in dit geval, ja, was ik toch wel benieuwd wat hun ervan vonden. En zij vonden dat stuk echt totaal ongeloofwaardig. Het feit dat een van hen, een van die groep jongeren waren die de hoofdrol spelen in dit verhaal, dat die besmet is door het virus en dat de anderen dan in plaats van weg te gaan, blijven en hem proberen daar weg te krijgen waar die eigenlijk, ja, in die ommuurde stad zit. Dan denk ik, ja, maar goed, ga je dat realistisch brengen en gaan die jongeren slim zijn en zeggen, oké, onze vriend is ziek, wij gaan weg. Ja,
dan ben je heel snel klaar met dit album. Dan heb je een pagina of nou 10 misschien nodig op zijn meest. Misschien zelfs wel minder. Misschien maar 4 pagina's. En dan is je verhaal klaar. Maar in dit geval hebben we gewoon echt een lekker dik boek van dik 60 pagina's. Met ook nog wat extra schetsen erbij. Hartstikke mooi. Dus we hebben hier gewoon een heel dik boek waar je lekker van kan lezen. En dat het verhaal dan niet helemaal geloofwaardig is. Ja, daar lees ik een strip voor. Om dingen te lezen die in het echt niet kunnen. En beslissingen nemen die mensen in het echt niet nemen. Dus ja, dat stukje, daar ben ik het dan gewoon niet mee eens. En, want ik heb zoiets van, wat ik al zei, hè, zolang de scenarist mij nieuwsgierig houdt om de bladzijde om te slaan, om te kijken van hoe gaat dit verhaal verder lopen, zolang ik de tekeningen mooi vind, dan vind ik het een hartstikke tof stripboek. En dit is zeker een van de toffere stripboeken van de afgelopen tijd. Absoluut. Wat mij betreft is dit zeker een aanrader. Maar goed, je moet sommige dingen met een korreltje zout nemen. Maar dat moet je toch bij heel erg veel strips? Of vergis ik mij daar nou in? Nou, dit vind ik een mooi puntje. Hè? Laat in de comments weten, wat vinden jullie daar nou van? Moet een strip echt geloofwaardig zijn? Of neem je bepaalde dingen gewoon voor lief, omdat het gewoon een leuk verhaal is? Laat dat weten in de comments. Ik ben daar gewoon heel erg benieuwd naar. Het feit dat, ik zeg wel even, David Tacco een beginneling is, dat is hij natuurlijk niet. Maar dit is wel zijn eerste volledige strip die hij heeft gemaakt. Hij heeft op zijn website, moet je maar eens gaan kijken, hele mooie tekeningen. Die man die kan echt fantastisch mooi tekenen. Dus wat dat betreft, de samenwerking die werkt wat mij betreft heel erg goed. Dit is het eerste deel. Ik ben echt benieuwd hoe ze dit verhaal gaan laten ontwikkelen. En of dat boeiend blijft om te lezen. Ja, qua tekenstijl maak ik me eigenlijk geen zorgen. Het scenario, dat is het enige waar ik me nog even zorgen over maak. Van wat gaan ze ermee doen. Maar daarbuiten zeg ik een fantastisch mooi album. Wat ik aan het begin al zei. Wat mij betreft is dit een dijk van een album. Green Class Pandemie. Nou, ben je nieuwsgierig geworden? Ga hem halen en ga er zelf van genieten. En laat in de comments weten. Wat vond je ervan? Want daar ben ik zeker heel erg benieuwd naar. Goed, bedankt voor het kijken. Ik wens je natuurlijk heel veel leesplezier en tot de volgende vlog.